Niet-commerciële openluchtbaden in de regio hebben het moeilijk om hun zwembaden open te houden. Velen zijn verouderd. Ze kampen met hoge energiekosten en personeelstekort. Het behoud van deze zwembaden in de toekomst is nog onzeker. Een uitzondering hierop is Dreumel. Een klein plaatje in West-Maas en Waal met 3400 inwoners. Het lukt hen wel om het openluchtbad gedeeltelijk open te houden. Dat lukt ons met vrijwilligers. Wij draaien eigenlijk al heel lang op, nou, ik denk wel gemiddeld meer dan 100 vrijwilligers in het seizoen. Er zijn in Dreumel voldoende vrijwilligers die dit willen doen. En ze zijn het grootste deel van het jaar hiermee bezig. Een heel groot deel van het jaar. En dat begint eigenlijk als het dicht gaat, hè, dan wordt het afgesloten. Hè. De spullen gaan eruit en dingen worden opgeruimd. En dan zijn we er denk ik 2 maanden niet. Nou, laat het 2 maanden zijn dat we er helemaal niet zijn, want dan is het gewoon klaar. Het grote onderhoud is meer van de mannenploeg. Ook de dames zijn ingezet. Maar we hebben ook dames, ja. De boel wordt van tevoren gepoetst, de bloemetjes worden weer gepoot. En de kassadiensten zitten vooral dames, ook wel mannen, maar ook dames. Maar er zijn ook dames aan schilderen geweest, maar dan meer de kleine toestelletjes, et cetera. Werken met vrijwilligers betekent niet dat de badmeesters dit ook zijn. Ja, dat moet, hè. Je moet gewoon gekwalificeerd badpersoneel hebben. Dus dat wordt door de gemeente allemaal geregeld, of door Optisport in dit geval. De zwemlessen worden niet gegeven. Nee, er zijn geen zwemlessen, want dan houdt in dat je nog meer open moet zijn. En dat heeft de gemeente voor gekozen om het niet te doen. Het zwembad heeft aangepaste openingstijden, die 4 dagen van tevoren bekend zijn. En te volgen via app en website. En is vooral een uitkomst voor gezinnen met jonge kinderen. Vooral, we zijn echt een familiebad. Met jonge gezinnen. We hebben ook 3 prachtige baden. Voor iedereen wat wils. Aanstaande zaterdag 17 mei is het dan zover. Dan gaat het bad echt open. De vrijwilligersploeg is er klaar voor. Nou goed, ik blijf erbij. Als je zonder de vrijwilligers kunnen we niks. En met name de vaste groep mannen, die wil ik echt de complimenten geven. Want die werken zich echt uit de naad. Zij waren er klaar voor. Maar ja, helaas. De zongoden niet.